ben altijd gepassioneerd geweest door de wielersport. En op een dag ben ik ingegaan op een gewone aankondiging waar personeel werd gevraagd op de federatie. Ik ben examen gaan afleggen en ik ben aangeworven. Dat ik altijd gebeten ben geweest door de wielersport van de tijd van Eddy Merckx. En ik heb zelfs aan de lijve een aantal live situaties mogen meemaken die mij alsmaar meer hebben aangetrokken om naar dat beroep toe te kunnen groeien. Het feit dat ik hier aanwezig ben, ja, dat is mijn milieu, de wielersport, de wielrenners, al degenen die er rond mee te maken hebben. Mijn naam is Mark Bollem, ik ben 67 jaar oud. Ik heb vroeger gewerkt voor de Belgische Wielrijdersbond als sportsecretaris onder andere. De laatste 30 jaar van mijn carrière, waar ik 44 jaar heb gewerkt. En ben ik dus ook radio toespeaker op de wielerwedstrijden sedert 35 jaar. Mijn werkdag begint eigenlijk al een paar dagen voordien, wanneer ik in bezit kom van de technische gegevens van de wedstrijd. De dag van de koers ter plaatse aangekomen, zetten we ons in de wagen, beginnen we ons te installeren, maken we alles klaar voor de start van de koers. Een half uur voor de wedstrijd beginnen we dan de countdown te doen tot het moment van de start van de koers. Voor de start 1 minuut, Dilipa, 1 minuut. Dank u wel, 5-5-1-1. En dan geef ik de ganse tijd commentaar over wat er in de wedstrijd gebeurt. Ik krijg dat altijd binnen van een notar. En we gaan opnieuw naar een algemene hergroepering. En wij vertalen dat dan naar de radio toespeaking toe. Samenstellingen van groepen die in de aanval zijn, valpartijen, lekke banden en dergelijke meer. En dat houdt ons bezig voor de duur van de wedstrijd. De tijd commence à perdre. Dat je toch moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Talenkennis is één ervan. Daarnaast is er zeker en vast ook de nodige kalmte nodig. Want je hanteert een microfoon waar iedereen naar luistert in de koers. Je kunt geen betere koers volgen als bij ons in de wagen. Want we zijn de eerste wagen achter de renners. Overwinning van Sam Bennett van de Koning, Quickstep. De meeste voldoening is aanwezig zijn in het hart van de wielersport, die mij altijd zo genegen is geweest. In de functie die ik nu heb, je kan echt niet beter dromen. Zou ik het fantastisch vinden als ik gewoon kan verder doen wat ik nu doe voor de wielersport. Als de gezondheid mij gegeven is, tot, gemakkelijk tot mijn 80 jaar wil voortdoen als het mogelijk is.